voorbij dan hamburger. Ja, die hadden we gisteren niet gehad, dus lekker. Toen Michael afgelopen maandag een hamburgertje wilde eten met een vriend bij de Burger King, werd hij bij binnenkomst direct aangesproken op het feit dat honden niet welkom zijn. Ja, we gaven duidelijk aan, dit is een speciale hond, een blinde geleidehond. Maar toen zei ze nog steeds, nou, mag niet. Nou, toen heb ik gevraagd om de bedrijfsleider bij te roepen. Maar dat hielp niet. Sterker nog, toen Michael weigerde te vertrekken, belde de bedrijfsleider de politie. Volgens Stichting Gebruikersassistentiehonden is Michael niet de enige die dit overkomt. Vorig jaar kregen ze 123 meldingen binnen. Eigenlijk is het heel breed. Het gaat van scholen tot aan horecagelegenheden, taxis, tandartsen. Je kan het zo breed niet zoeken, zeg maar, vinden. Dierentuinen. Als de stichting na zo'n weigering contact opneemt met het bedrijf, volgt er vaak een spijtbetuiging en wordt er beterschap beloofd. En dat is bij de Burger King niet anders. Is dit dan een fout van jullie geweest? Er is op een incident en waar mensen werken worden soms inderdaad fouten gemaakt. Dus we hebben ook passende maatregelen genomen om deze situatie te voorkomen. De stichting werkt samen met KNGF geleidehonden aan voorlichting en bewustwording. Want zo'n weigering heeft veel gevolgen voor gebruikers van hulphonden. Er zijn ook mensen die eigenlijk dus gaan ontwijken om op plekken te komen waar ze het liefst willen komen, maar bang zijn om het nogmaals te overkomen, zeg maar, die weigering. Spijt of niet, Michael is er in elk geval even klaar mee. Ja, die genieten er nog wel van.